Ik ben nog niet geboren. Hè? En we lopen. Daar gaan we loren. Net. Het is uiteindelijk gelukt. We kunnen uiteindelijk samen iets doen. Ja. Wat dacht jij als je hoorde van die Zaanse Gensetie gaan iets doen met JBC? Oh, ik vond dat weer, eigenlijk vond ik het bijna vanzelfsprekend. Gelijk je het al gedaan hebt met H&M. Klinkt grappig dubbel. En dan, en H&M is zo internationaal dat ik het eigenlijk alleen maar vanzelfsprekend vond om ook met een Belgisch merk diezelfde dingen te doen. Dus. Ja, het is natuurlijk wel een beetje anders, want nu met JBC, we maken dan een lounge collectie en ondergoed. Ja. Je hebt al een aantal outfits aangehad. Wat vind je ervan? Wat is je eerste indruk? Goh, dat zijn zo van die stuks die je aandoet om te gaan slapen en dan het grote risico loopt om de rest van de dag, als je opstaat, in je pyjama te blijven lopen. Ze zijn zeer comfortabel. En zeer zacht en heel, echt heel aaibaar. En ik vind het heel mooi eigenlijk. Oké, okay. Ik ben er ook wel content van. Dat was ook eigenlijk ons idee van alles dat moest aangenaam aanvoelen. Well, mission accomplished. Je mag het niet voelen dat je het aan hebt. Ah, wel ja, zo was het ook. Want ik heb daar een hele dag voor de videoclip dat moeten aandoen en dat was echt fijn en zeker die dat aan één stuk, dat vond ik heel tof. Had ik nog die babydoll? Nee, zeer fijn, zeer goed. En het leuke is natuurlijk 25% van de verkoopprijs van de kleding gaat naar ons Education Center in Deurne. Je bent er al geweest. Ja, heel in het begin nog. Ja. Ik ben blij om nu even in het land te zijn, om uiteindelijk nog eens opnieuw te gaan bezoeken, want nu is het in full effect. Ja. Dus ik ben zeer benieuwd. Maar wat de studenten al doen. En, zij zijn ook heel benieuwd naar jou, want ze zeggen, amai, zo'n beroemde ambassadeur, we willen die heel graag ontmoeten. Ja, ik ben blij dat we eindelijk dat nu eens echt in de praktijk kunnen zetten en kunnen laten zien en to get the word out there. So. Ja. Ik vind het zeer goed. En die persdag, ik zie er wel naar uit. Ja, ik ook. Ik hoop echt dat er heel veel pers komt en dat die zowel over de collectie als ook over die Zaanse Gensetie en het grote doel achter die campagne gaan praten. Want het is natuurlijk waar. Ik bedoel, veilig vrije, dat is nog altijd belangrijk. En niet alleen als het over aids gaat, maar ook ongewenste zwangerschappen, andere geslachtsziektes en zo. Ja. Dat is gewoon normaal dat je daar een beetje rekening mee houdt. Ja. En ik denk dat je het op zo'n manier kunt aanbrengen, dat het toch wel meer effect heeft dan als er een leraar of je ouders dat zeggen van natuurlijk. Dus daarom dat ik altijd meteen geloofd heb in Designers Against AIDS, de manier waarop je het aanpakt. Het is zo speels bijna. Dat is ook. Ja, en zo moet het. En ik vind het nu ook heel goed van de EBC om die taak ook een beetje op zich te nemen door u het platform te geven. Nee. Dus. En wat is uw favoriete stuk uit de collectie? Gelijk ik al zei, hoe moet je dat noemen? Jumpsuit. Het speelpakje. Het speelpakje, oké. dat kan nog wel kloppen. Dat zal geen toeval zijn dat ik dat goed vind. Dat vind ik een heel fijn stuk. En dan die shortjes ook. Ja. Ik denk dat ik die vaak zal aandoen. Die zijn leuk ook omdat er zakken in zitten. Voilà. We weten wat je handen moet laten. Ja. En heb jij de geurkaars al geroken? Er komt een geurkaars. Oh. Ja, een hele lekkere. Ja? Nee, dat wist ik niet. Een geurkaars komt erbij en van die warme slofjes ook. Oh. En amai. Het allerbelangrijkste product. Condooms. Ah, maar natuurlijk. In elke JBC komt ook een doos met condooms met het logo erop. En krijg je dat dan als je iets koopt? Of nee, dat moet je betalen. Die moet je betalen. Want natuurlijk. Het idee is natuurlijk dat als je jongeren dat gedrag wilt aanleren, van altijd een condoom op zak te hebben als je uitgaat, dat je ze wel moet leren ook om ze te kopen.
En dat ze niet alleen maar veilig vrij als ze toevallig ergens een condoom gekregen hebben. En anders maar niet veilig te vrij, dan is het ook op de verkeerde manier. Leer ze gewoon om die condoom te krijgen. Ja, gewoon man, op die manier heb ik nog lang niet gedacht. Ja, je ziet gezet te boven. En ik ben heel trots erop dat de mensen van JBC dat die daar oké mee waren voor echt condooms in de winkel te leggen. Ik vind dat heel moedig. Ja. Is er nog altijd zo'n taboe rond condooms en seks dan? Ik denk het wel. Ja? Ja. Ja, maar ik denk op zo'n manier om die in modewinkels en op andere plekken te leggen waar veel jongeren komen, dat je op die manier dat taboe uit de wereld kunt helpen. Ja. Ik denk het wel, want stuur die eens naar de apotheek. Dat is gênant. Stel je voor dat je buurvrouw daar toevallig ook is of zo. Dat is niet leuk, hè? Ja, en die automaten op de wc, dat werkt waarschijnlijk ook niet. Soms. Ja? Maar ja, die doosjes zijn ook zo saai, hè? Eigenlijk moet het die ook in leuke doosjes doen. Ja. Dat is mijn droom, hè? In alle modewinkels, in alle platenwinkels, op alle popfestivals. Coole condooms die heel goedkoop zijn en die ontworpen zijn door celebrities, de doosjes. Ja. Dat gewoon leuk is om te kopen, dat ze die willen hebben, hè? Ja, dat is uiteindelijk het doel natuurlijk. Maar dan moet toch wel... Dan gaat iets vanzelf de wereld uit. En nu doen we weer een stap. Goed, ik ben blij. Voilà. Het zal wel goed gaan. Ja. Ja, het product is goed. Het doel. Yes. Alright. Oké, laten we rap beginnen.